Vlaanderen en Frankrijk, ooit waren het meer dan buren. Bij Philippe en Jocelyne in Noordpenen wordt het verhaal van de evolutie van de grens, de gemeenschappelijke cultuur en de taal verteld. We brengen ook een bezoekje aan Paul Bonduel, uitgever van onder meer Ut Magazine en de Westhoekjes, kunstenaar en bovenal streekkenner. Hier, we zijn in Noordpenen. Noordpenen ligt in het midden van een slagveld, een onbekend slagveld en toch zeer belangrijk. Het gaat over de slag aan de Pen of de slag bij Kassel, de oorzaak van de annexatie van een stuk Vlaanderen door Frankrijk in het jaar 1677. Het is de laatste definitieve verovering van Frankrijk in Noord-Frankrijk van vandaag. En hier is het bezoekerscentrum La Maison de la Bataille, of het huis van het slagveld. Dans le musée, on présente une histoire, hein, une histoire qui a eu lieu sur ce territoire. Une bataille surtout, une histoire d'une grande bataille entre Louis XIV et Guillaume d'Orange. Ik ken eigenlijk beide regio's, zowel de Franse kant als de Vlaamse kant. Enerzijds door mijn verleden. Ik heb een tijd gewerkt in Noord-Frankrijk. Anderzijds ook doordat ik heel veel vrienden heb aan de andere kant van de grens. En dan voor een stuk ook doordat ik altijd belangstelling gehad heb voor wat er zich aan de Franse kant afspeelde. Het grensgegeven komt ook heel veel voor in mijn schilderijen. Omdat een grens ook een heel symbolische waarde heeft, ook voor jezelf. Zowel in je leven als in je manier van doen, in je manier van werken ook. En vandaar ook dat ik heel veel van die thematiek doortrek. Ik gebruik bijvoorbeeld heel veel rode, zwarte lijntjes, de barrière die het is. Ja. Maar ik ga ook het landschappelijke gaan verwerken. De taal, wij proberen in het Nederlands en in het Vlaams met Jocelyne, de verantwoordelijke persoon, te praten. Dus wij promoten de Vlaamse cultuur van Frankrijk, dus misschien daarom het interesse, de belangstelling van onze buren. Wij beschikken bijvoorbeeld over audiofoon in het Nederlands, maar ook in het West-Vlaams. Het Rionnais die het verdrag van Niemeyer geblieden maakt, het is wel Sébastien Le Prêtre de Vauban, een bouwkunster van koning Lodewijk XIV. Moesten aan ze zijn absoluut een vierkante meisje maakt zien, een reeke sterke plekken en een meelien van vrienden en vijanden plekken en zo te zwichten. Avec le flamand, ben, on garde un petit peu notre patrimoine, notre culture, nos racines. Vous savez, si je vous disais en toute simplicité, ma maman, quand elle est décédée, il y a une dizaine d'années, elle ne parlait plus français, elle parlait en flamand. Et vous savez, si on ne comprend pas la langue quand nos parents sont en train de décéder, c'est dramatique pour les familles, vous savez. Hier, het is een landelijke cultuur. Het West-Vlaams heeft een andere ontwikkeling gekend. Meer dan drie eeuwen na de annexatie. Het is bijna het West-Vlaams van Poperingen of Veurne. Maar hoe zeggen, de Vlaamse cultuur van Frankrijk vandaar heeft een andere betekenis. Het is iets typisch Frans geworden. Bijvoorbeeld onze interesse voor de strektaal. Het is iets typisch Frans. Het is binnen het Franse kader. Dus de Vlamingen van België moeten tot hier komen misschien om meer te weten over de Frans-Vlaamse problematiek. Ze is zeer, zeer specifiek. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence. On se retrouve en plein de points communs. On voit bien ici à Noordpenen, la moitié de ces rues est encore avec des noms flamands. Bezuistruen Butterstroot, ma sœur habite dans la rue du Beurre. Ook Akerstroot, Nunnestroot, ça fait partie de notre quotidien. Ik
grote gelijkenis dat je ondervindt tussen het Frans-Vlaanderen en de Westhoek hier, is die traditie. Er hangt nog heel veel traditionele waarden. Dan spreek ik over eetcultuur, muziek ook. Die zaken kunnen we nog altijd ergens tezamen, die verbanden kunnen we nog ergens leggen. We moeten de beide regio's zien als een aanvulling op elkaar, denk ik. Zoals je de Noord-Franse kust hebt, die een complete aanvulling kan zijn op onze kust. De Fransen komen graag naar onze kust omdat ze dat een shoppingkust vinden. Ja. Die komen hier niet om de natuur te zien of de zee. Nee, die komen naar de kust hier om aan zee te kunnen winkelen. En wij gaan naar Noord-Frankrijk om de natuur te leren kennen en te genieten van iets als de Côte d'Opale of Cap Griné of die toestanden. En dat brengt de zaken eigenlijk wel altijd mooi in evenwicht. Met elke bezoeker, ik praat over de geschiedenis van de grens. Dat is ons thema, in het bijzonder dit jaar met de drie eeuwen van de grens. En hoe zeggen, aan het eind van het bezoek ben je het onthaal hier in het bezoekerscentrum. Ik toon de verschillende brochures vertaald in het Nederlands in het kader van Westhoek zonder grenzen of andere Interreg-programma's. En ik zeg altijd, de grens is een positief symbool geworden dankzij de steun van Europa. Dus voilà, want drie eeuwen geleden het was natuurlijk negatief, maar vandaag het wordt positief. À nos amis, quand ils viennent visiter la maison de la bataille, je leur dis souvent en Vlaams, et ça leur fait plaisir. Je komt van over de Schreve, maar dat is de Schreve, die staat op de kaarten, maar niet in de zaarten. Et ça, bien souvent, ils nous applaudissent pour ça. Mais c'est vraiment ce qu'on ressent.